Fysiotherapie is heel erg gebonden aan richtlijnen en aan protocollen. Pak ik nou letterlijk de oorzaak aan? Of ben ik nou alleen maar symptomen aan het bestrijden? En help ik daar echt iemand mee? Ik voel zelf ook die pijn van de macht van de verzekeraars. Waarin we 20 minuten administratie moeten doen en dan 10 minuten nog tijd hebben om te kunnen behandelen. Als we al een half uur schema hebben. Op een gegeven moment zag ik van ja, hij is niet te redden. Dus nou, ik vink hem af, ja, hij is al dood. Maar dat is hij niet, was hij niet. Hij was er eigenlijk altijd voor, maar alleen was er nooit voor hem. Pa, zorg nou eens voor jezelf, want als jij nou niet voor jezelf zorgt, op het moment dat je kinderen krijgt, dan ben je er niet. En dan ben je misschien wel dood. En letterlijk de dag nadat mijn zoon werd geboren, kreeg hij een broertje. Dus dan weet ik nog het moment dat mijn zusje en mijn moeder binnenkwamen. Het nieuws van, pa heeft een infarct gekregen, een broertje gehad. En nu ruikt me dat ook weer, gewoon puur de pijn. Terwijl ik eigenlijk dacht van, nou, ik heb het toch al verwerkt. Mijn keuzes, en elke keuze die ik maak, is gebaseerd op een eerdere ervaring. Wanneer gaan we nou eens kijken naar de onderdrukte emoties? Veel minder werk in de protocollen, want jij bent in een protocol. Ik kan niet op deze manier, of deze manier, deze manier, deze manier, exact hetzelfde toepassen. Dat kan niet.